Zo. Deze. Trinambo Origin is Tadami. We gaan helemaal naar Aizu Kawaguchi. Dat doen we met de Kiha 40 van Japan West. Real West. JR West. Zal ik eens even kijken de volgende keer hoe ik dat heb gelogd. Dan pakken we die aan. Kijken, inloggen, deze, iets inzoomen. In the winter, although there are no charming birds and flowers in spring, no spectacular lightning and thunder in summer, and no attractive fruits in autumn, it also has the implicit beauty dedicated to nature. Today, in this snowy morning, get on board the Kia 40 and enjoy the magnificent frozen scenery along the tatami line. Please check your part and change track menu. Change unlocked. Okay, dat kunnen we dus nog niet doen. Oké. Gauge lights. Oké, deze zijn aan. Deze zijn uit. Niks. Oh, geweldig. Hey, wat zei je? Heeft je ding dong? Hey. Speciaal voor de ding dong. Thank you.
Wie heeft het raampje open laten staan? Dank je, Samson, jij de krom. Deze winter is nog maar de vraag. Vorig jaar hadden we dan geen sneeuw? Want ik weet nog wel dat een keer, toen was ik onderweg naar huis. Dat was een paar jaar geleden, hoor, rond deze periode. Toen was het inderdaad wel zo dat we in één keer een klein beetje sneeuw toen ik wegging. En hier, er was zo'n sneeuwstok. Op geen moment de bus die ik moest hebben, die kwam niet opdagen. Ik heb een uur in de kou gestaan en er kwamen echt zulke van die enorme vlokken gewoon van die dingen. Want de ruitenwisser van de bus die had er moeite mee. Maar dat is ondertussen ook alweer volgens mij 2 jaar geleden of zo. Of 3 jaar misschien wel. Ik geloof 3 jaar. Aizu Gamo. Strong. Yeah.
Yes. Ik ben benieuwd of Union Workshop ooit nog een keer een route maakt in Japan in het Tokyo-gebied. Dat zou wat zijn, maar goed, dan heb je tiles die volledig volgebouwd zijn. Dan moet je wel heel erg goed omgaan met je assets en creation. Als je kansen hoog en snel slaan wil graag. Dat is ook inderdaad wel iets leuks om te doen. Dat is tenminste geen smalspoor. Niet dat smalspoor erg is. Nederland en sneeuw, wat is dat weer dat deed? Nou, Gerben, dat moet jij toch nog wel herinneren. Als klein kind heb ik altijd bij mijn ouders. Toen viel de eerste sneeuw. Nou. Toen dat was, ik was buiten te vinden om vervolgens alles sneeuw vrij te maken. Martijn is triggerd. Is er toch een overweg hier? Ja, er is een overweg. Dat was inderdaad wel mijn laatste jaren niet meer. Nee, er was wel een keer een. Het verschil. De ene keer is er heel veel, de andere keer dan is de jaren niet. Of heel weinig. Bijvoorbeeld, vorig jaar was er ook geen eens ijzel of zo. Het jaar daarvoor was er nog wel eens een keer ijzel. Dus. Nee, er komt hier als het goed is pas eentje. Hier weer eentje. Waar wij moeten stoppen. Bij Aizu Kawaguchi. Omdat dit namelijk enkel spoor is, dit hele stuk. Weet je waar ik vrees deze winter? Geen idee. Zo koud wordt dat een Elfstedentocht kan worden gereden, maar. Oef. Nou, het was wel weer een hete zomer, dus misschien dat het een hele koude winter kan worden, maar misschien dat het weer een. Ja, dat het toch eigenlijk ja, een klein beetje. Ja, gewoon niet enorm gaat vriezen, bijvoorbeeld. Dat niemand dit heeft opgemerkt nog, hè, dat hier een muis staat de hele tijd. Laat het aan de Japanners over om een brug aan de zijkant van water te bouwen. Dank je, Martijn. Aizu Choisawa.
geweldig. Ik moet met de voorste moet ik daarop staan. Oké. Volgens mij moet jij een broek aantrekken. Want het is een beetje koud. Nee, Jesse. Het waait. Te laat. Dan moet jij staan te wachten, hè, op de trein. De volgende trein komt over 3 uur. Wij zijn, als Japanners moet je strikt zijn, deur dicht is deur dicht, hè? Dankjewel, Stefan en Samson. Alleen als je zo vaak komt, Jans. Wat kleine beentjes heb ik hier, oei jee. Je kunt ook je channel points gebruiken daarvoor, Jerkrom. Rob is met een B. In ieder geval die van mij. Moet nog eentje met een P tegenkomen. Tunnel. Nou, die tunnel heeft veel sneeuw gezien. Ik weet in ieder geval één ding. Als Mark ooit een keer naar Japan gaat, dan zou hij waarschijnlijk helemaal niet fijn vinden om met de trein te reizen, net zoals ik. Want dan heb je straks van die stoelen met die hele kleine plekje ertussen dat jij vervolgens met je benen in je nek zit. Dankjewel. Aisu Oshio. Nee, ik bedoelde de markt met een K.
De andere Mark. Ja, die klaagt altijd over de lint, over de kleine stoeltjes in de lint. Oh, wat is dat met jullie en mij dronken voeren? Oscar. Oh, ik ben in 98 hebben, dus in 95 tot 98 ik ergens in die geest. Er zijn een aantal plekjes in de lint waar ik kan zitten, dus, maar meestal als ik in de lint zit, dan heb ik meestal gelijk een overstap. Of in, zeg maar in Hengelo, dan gaan een heleboel mensen uit, dus dan heb je een aantal plekken waar je kunt zitten. Of in Zutphen, dan ben ik meestal een van de eerste die bij de trein komt, dus dan heb je een mooie plek om te gaan zitten. Dank je, Stefan. Ahem. IJzer Oshio. IJzer. Ik moet zeggen, de winterlandschap is ook prachtig van deze route. Nee, Ryanair genoeg beenruimte. Ik heb Ryanair niet over nagedacht om alles te vervangen voor staartplaatsen. Dan heeft iedereen genoeg beenruimte. Aizu Oshio, Aizu Ichio Otsawa en Aizu Yokota. Maar net zoals er was ooit onderzocht dat Eindhoven Schiphol goedkoper is met een budget airliner te vliegen via Engeland. En dan met tweede klas met NS. Ja, dat heb ik inderdaad eerst gelezen. Ben je wel lang weer onderweg, een hele dag onderweg? Maar je bespaart wel een heel hoop geld. Dat is gewoon belachelijk. Maar goed, ze moeten toch ergens hun geld vandaan halen. Voornamelijk in deze periode dat mensen, minder mensen reizen. Dat als ze twee vliegreizen kunnen aanbieden voor minder dan 1,5 uur bij NS. Ja, maar hadden ze ook niet iets dat ze wouden uiteindelijk bijvoorbeeld de TGV, zeg maar, in ieder geval die Thalys, zeg maar, te vervangen voor een. Nee, voor de, een vlucht voor de Thalys-trein of zo. Op die manier was dat. Timeless bonus. Let's go. Aizu Yokota.
Daar moeten we heen. Kawaguchi. Tesla reed ooit de Lufthansa bij. Ja, met die duckface. De Donald Duckface van DB. Die trein is ook in TS, die heb ik ook. Die heb ik volgens mij, dacht ik, 1 of 2 scenario's ooit meegedaan. Dat is wel een geinig ding. Dat is heel erg leuk. Is eens een keer wat anders, hè. Dan kocht je een vliegticket, bijvoorbeeld van Keulen naar Tokio. En dan moest je van... Oh jee. Dan moest je van Köln naar Frankfurt luchthaven met de Lufthansa Express trein. Helaas zijn er niet veel scenario's voor uitgekomen. Ik dacht dat de JTG, dat was toen ook een beetje in de beginperiode van JTG. Die hebben daar volgens mij, dacht ik, nog wel een scenario pack voor uitgebracht. Maar voor de rest, nee, ze worden eigenlijk weinig gebruikt. Dat is het meeste materiaal van tegenwoordig. Voornamelijk van VR. Dan moet je het inderdaad een beetje hebben van of dat bijvoorbeeld 3D-truc scenario pakketten maakt met die trein. Anders dan heb je heel vaak pech dat je... of 3D-truc of 4TG, anders heb je heel vaak pech dat er of weinig scenario's zijn of geen scenario's eigenlijk. En dat is eigenlijk wel jammer. Ik snap eigenlijk inderdaad in de zin van dat bijvoorbeeld inderdaad bouwers van treinen inderdaad geen scenario's meeleveren voor bepaalde routes. Maar eigenlijk zou je toch bijna wel willen zeggen zo van, hey, je wilt toch wel iets een scenariootje doen, dus... Als ze er ietsjes meer hadden meegeleverd dan helemaal niks, dan had je in ieder geval nog iets van een product kunnen proberen. Oh jee. We gaan overshoot. Ja, yep, dat wist ik wel weer. Ik heb niks gezien. Verder. Zo, nu wel. Vinden bij de meeste routes wel weinig scenario's worden geleverd. Ja, dat is inderdaad ook wel één ding voor te zeggen. Zo van ja, dan heb je inderdaad mensen die bezig zijn met de route, maar sommigen vinden niet. Ja, scenario's, ja, dan leef je 10 scenario's mee. Dan heb je ook zoiets van, ja, daar ben je ook een heel lange tijd mee bezig om te maken. Maar als je ook weer te veel scenario's meelevert, bijvoorbeeld als je er 30 stuks meelevert of zo, of ongeveer, of 40 stuks, dan heb je ook weer kans dat andere mensen denken zo van, nou, er zijn genoeg scenario's voor de route hoor, dus dan ga ik geen scenario's maken. En dan, ja, ik zou inderdaad bij PWR inderdaad minimaal 10 willen zien. Op Steam is dat eigenlijk 6. Maar dat verschilt eigenlijk per route maken weer. Just Trains die levert ook heel vaak een dubbel aantal scenario's mee. Eentje met gewoon rolling stock, eentje met extra rolling stock. Dus dan moet je hier EP of JET of Just Trains materiaal zelf hebben. Dan heb je ook wel eens een keer... Die heb je en je hebt de standaard rolling stock. Zijn in principe hetzelfde scenario's, maar ze leveren er wel 20 mee ongeveer. EP die levert heel vaak 3 scenario's mee tegenwoordig. Grotere pakketten misschien 3 voor kleine pakketten. 1 voor een wagon.
en 6 meestal voor een groot pack. En ik dacht, hoeveel had jij, Mark? 20 stuks of zo? Robby die had er volgens mij ook een stuk of 30 of zo wat. Jezus. Waarom een overkapping? De overkapping is voor het spoor daarnaast. Daar kan de trein zeg maar gewoon stilstaan. Daar. Dan staat hij niet in de regen of in de sneeuw in dit geval constant. Als ik vroeger naar Canada vloog met KLM, kon ik gratis van Beek, Maastricht, Aken Airport naar Schiphol Air Axel. Oké. Okay. Ik weet niet, de laatste keer dat ik heb gevlogen, dat zou 2013 zijn geweest. Ja, 2013 is de laatste keer dat ik heb gevlogen. Toen gingen we naar Marokko. Ja, daarvoor zijn we in Gran Canaria geweest, maar dan zijn we ook allebei met Transavia. Dus dat was al een beetje krap. Maar dan ben ik namelijk niet de kleinste en niet de meest smalste persoon. Maar ik had op de heenweg prima geen probleem, want terug heb ik heel vaak als ik dan heb ik heel vaak last van de maag of zo of wat dan ook. Dus dat maakt eigenlijk de terugreis eigenlijk een beetje een agony om terug te vliegen. Dan was ik ook blij dat we toen geland waren. Maar ik heb verder niet dat ik ziek wat in de lucht of zo. Dus bijvoorbeeld inderdaad zeg maar vliegangst of wat dan ook. Zo vind ik, vind het juist wel eens een keer leuk. Maar als ik nu een vlucht zou moeten maken, dan moet ik toch wel kiezen voor de business class. Ja, dat komt, dankjewel. Nou, het is niet meer puur uit luxe, Mark. Maar het heeft meer met de breedte van de stoelen te maken. En de beenruimte. Ik weet nog wat we toen bij... via een reisboek hadden we geboekt. En dan via Transavia was dat. Hadden we extra beenruimte bij betaald. En die kregen we niet, omdat die al geboekt was. Dus we hebben eigenlijk bijna 100 euro per persoon extra uitgegeven voor die beenruimte. 100 euro in totaal, ik weet het niet. Ja, wat je natuurlijk niet terugkrijgt, dus ja. De laatste keer dat ik gevlogen was 1995 van Amsterdam naar de Aruba en Curaçao. Nou ja, maar dat was ook tevens gelijk mijn laatste vakantie die ik heb gehad. Ik zus die geen vakantie. Maar ik ben ook niet echt een persoon voor vakanties, zeg maar. Het is wel eens een keer leuk, maar het is niet mijn levensstijl. Meestal mijn levensstijl is gewoon vakantie, leuk. Weekje thuis, helemaal niks doen. Dat is mijn vakantie. Oh, weer te ver, hè? Wat is dat met mij en te ver? Nou ja. Ik zal eens even kijken of ik verder kan rijden en dan vervolgens de deur open kan doen. Zo. Dan mogen de mensen nu in de achterste trein stil eruit. Ik kan gewoon niet rijden. Het is een van de St. Lennep stations. Nee, maar kijk, ik heb ook niet echt zoiets van ik moet op vakantie. Zo van, meestal als ik bijvoorbeeld gewoon een weekend vrij, 1 dag of 2 dagen gewoon even lekker wat anders doen, gewoon even wat anders dan werk, dan is dat voor mij ook vaak al zat. En natuurlijk zo nu en dan met
Gewoon lekker een paar dagen vrij of zo, is ook altijd nice. Zo, wij gaan naar Honna. Kijk, wij zitten hier. Dat is ons volgende station. En het station daarna is daar. En staat die goed? Nummer 1, die staat goed. Nadat zodra ik weer begin, dan begint bij mij het werk te druk. Maar je moet toch, je moet een beetje bezig blijven. Ja, ik weet het nog wel. In mijn studententijd toen inderdaad zo van, ja, dan zit je toch op school. Maar soms heb je dan voor wat meer vrij dan je zou denken. Dan heb je eigenlijk vrij reizen door heel Nederland. Als ik een keer een dagje vrij had, ja, dan ging ik toch eigenlijk gewoon reizen met de trein. En dan vervolgens een beetje door heel Nederland crossen. Dat mis ik in principe ook al. Of een weekend vrij. Die had ik daarna. Dan mis ik eigenlijk ook wel een beetje. Ja, handmatige wissels op stations, ja. Ik zal erop letten, Jeddekom. En dan weer de waterfles. Dat gaat wel heel erg snel. Werk zijn begonnen, maar de corona is dat uitgesteld. Ja, dat zal nog wel een paar maanden duren hebben, denk ik. Ja, blijven drinken, maar niet te veel. Ik zou zeggen, nog een broodje erbij, heb je water en een brood. Ja, ik heb sinds dat... Sinds dat zeg maar al die maatregelen gelden, zeg maar een beetje stevig aan. Precies, een lager, precies niet op uit. Als ik al zeg, sindsdien zit ik alleen maar in de trein, pendelen tussen Zutphen en Zwolle. Nou, ik heb in principe in de trein. Wanneer is de laatste keer dat ik in de trein heb gezeten? Dat was toen een keer. Toen mochten we weer reizen. Dat was dus ergens in. Ik dacht ergens in augustus of zo, of in juli nog. Nee, volgens mij augustus heb ik daar in gezeten. Toen moest ik voor een keer voor een sollicitatie. Maar dat was het ook als enige. Voor de rest heb ik eigenlijk niet in de trein gezeten. Dat is eigenlijk op zich wel jammer. Ik vind dat ook altijd wel leuk. Maar ik heb zoiets van, ja, je moet verplicht een mondkapje op. En dan heb ik ook zoiets van, ja, leuk. Als je moet doen voor je werk en wat dan ook, dan is het verplicht. Maar bijvoorbeeld ook dat mensen inderdaad soms op dit moment nog steeds reizen voor de lol bijvoorbeeld. Gewoon zo van, oh weet je wat, ik ga voor de lol even naar de andere kant van het land reizen. Om bijvoorbeeld wat treinfoto's te maken of gewoon voor de lol. Terwijl niet eigenlijk echt zo van, je bent afhankelijk van dat vervoer die kant op. Daar heb ik zoiets van, kom op, doe dat nog steeds even niet. Dat wordt ze nog steeds gevraagd. Aan de andere zijde snap ik wel weer, zo van, ze moeten wel weer geld verdienen in die OV-bedrijven. Anders dan... hebben ze die, anders dan moeten ze het waarschijnlijk weer allemaal nationaliseren. Dat kost ook wel handen voor geld en wat dan ook. Afgelopen week was 3 keer, de week daarvoor was 2 keer. De komende week hoef ik maar nog maar 1 dag deel naar school, dus nog minder. Ach. Nou, dat is nog... Ik zou zeggen, Steven, dan moet je er gewoon van genieten van die ritten, hè? Ik ben in juni naar Amsterdam geweest, maar ik ben met de trein, met de auto naar Amsterdam, Belmar Arena Transforum, vandaar met de metro en de tram van het Van Gogh Museum.
Munch Punch. Oh, 07, good evening and welcome. Zifa. Good evening and welcome. Welcome to Japan. The number 6 Tatami River Bridge. The number 7 Bridge. Interesting. Ik ga sowieso niet op openbaar vervoer, ook wegens mijn ziekte. Wel jammer, ik vind de trein ook echt leuk. Met mijn hoofd een keer misvangen. Ja, nee, maar kijk, want dat is het inderdaad. Zo van, uiteindelijk zo van mensen worden er wel mee gepakt en dat is gewoon jammer. Maar ja, het komt allemaal ooit wel een keer hoor. Dat we allemaal weer een keer een dagje uit kunnen reizen of zo. Maar waarschijnlijk zullen we die taferelen gelukkig niet zien wat er in maart gebeurde. Leeg stations, leeg trein alleen maar. Gebbe, bedankt dat je er was. Nog een hele vanavond graag tot de volgende keer. En Oma on Trains, good evening and welcome. Maar kijk, zo van, in ieder geval zolang iedereen maar een beetje happy is. Bijvoorbeeld inderdaad met, kijk, Hofkin voor mij is in principe nog steeds een beetje trainsen, maar ik doe trainsen wel, doe ik ernaast, ik doe farming ernaast, ik doe trucking ernaast. In principe heb ik, ja, als je vergelijkt is toch trainsen thema een beetje een ja, een hoofdgame als je dat wil kijken. En anders dan inderdaad ben ik niet echt 100% daar zo gewend. Ik hoop bijvoorbeeld GTA 5 vind ik ook wel eens een keer leuk om te doen. Bijvoorbeeld Watch Dogs heb ik ook heel veel gedaan. Ik heb de Legion nog niet gedaan, dus daar zit nog even over te twijfelen om die te doen. Maar... twee centimeter te ver. Ik sta met de deur nog op het perron. Dat is een big train. Gaat lekker, Oscar. Hey, ga weer naar beneden. Pas hier altijd je lop. Oh. Geen probleem, oma. Maar niet voor goedenavond dan. Zet de factory. Ja, een klein beetje kan worden. Klein beetje. Wat is Watch Dogs? Watch Dogs is een soort type GTA 5 game. Alleen dan met dat je mensen moet hacken via jouw telefoon, weet je wel. Zo van, je bent een super hacker en je hoeft dan maar één klik op de telefoon en je komt alles van mensen te weten. Ik heb één toen gedaan. Twee heb ik gekocht. Ik heb één en twee heb ik in de special editions gekocht. Daar kreeg je zo'n figurine erbij. Ik heb dat met Liedje niet gedaan, maar ik weet niet of die ooit verkrijgbaar was als special edition. Zijn sizes bij Metropool nog niet normaal gezet kunnen weer. Ja, ze zijn nu helemaal weer dicht hebben, hè. Ze mogen ook niet meer open nu. In ieder geval de komende 2 weken. Bij ons in België zou eind dit jaar de Flixtrein rijden, maar de COVID-19 is dit uitgesteld naar 2030. Ik ben heel blij dat wij het nieuws horen. Niet echt mijn ding, wat schreef ik. GTA staat voor Grand Theft Auto, is een soort game dat je zeg maar rondrijdt, je doet missies en ja, de hele speelwereld staat open voor jou. Maar het moet inderdaad voor mensen trekken. Het is wel een violent game, dus het is wel een 18+ game. Maar ook hetzelfde inderdaad, zo van als je bijvoorbeeld in heel veel mensen trekken dat soort games niet, maar ook heel veel weer wel. En ik ben meestal eentje die er een beetje tussenin zit. Timeless bonus. Let's go. Aizu Kawaguchi. Mag ik spel? Dat zeker. Maar het is inderdaad wel een kwestie, Mark. Zo van of het inderdaad zo van. Of het jou ligt of niet. Kijk.
op een moment, mensen hebben een soort game genre. Op dit moment ook heel veel populaire games, bijvoorbeeld onder jongeren. Op dit moment is de Fortnite is een beetje weg ondertussen. Het is nu een beetje een klein beetje die Among Us of zo. En dan Fall Guys. En het wisselt de hele tijd. En dat is wat mooi aan Train Sim. Train Sim verbindt mensen met elkaar, van jong en oud. En het gaat eigenlijk nooit dood. Er is altijd nieuwe content te beleven. En dat is het mooie eraan. Among Us, weg. Het zegt me helemaal niets, Oscar. Wolfenstein gespeeld. Ik heb Wolfenstein. Ik heb Wolfenstein vroeger ook gedaan. Zo nog met de floppy was dat. Moest je hem inladen. Dat soort type games. Poeh. Lemmings. Ja, je hoort eigenlijk van Fall Guys. Hoor je eigenlijk ook niks meer, hè? Van, was ook heel erg hyped en de servers die waren offline en wat dan ook. Ik weet niet wat de stats zijn op dat moment. Oeh, laten we hier nog even een mooie screenshot maken. Ja, floppy inderdaad. Zo van, had je van die game floppies. Daar had je iets van 30 games op één floppy zitten. Zo van, dan denk je ook zo van. Tegenwoordig heb je een GTA of een andere game. Bijvoorbeeld, wat dacht je van Train Sim? 500 gigabyte aan data op floppies doen. Nou, dan ben je volgens mij echt wel een paar dagen bezig om dat te installeren. Please insert floppy disk nummer 3752. Een ZS80 en een fluister met cassette ingeladen. Nou, die tijd heb ik niet meegemaakt. Ik heb wel de tijd meegemaakt gewoon met DOS en met games en dan voornamelijk Lemmings heb ik vroeger gedaan. Dat was eigenlijk ook een beetje eigenlijk de enige eigenlijk. Kijk daarna, ik ben nooit zo'n fanatieke gamer geweest. Bijvoorbeeld dat hele Nintendo of Game Boy gedoe, ook zoiets van. Dat boeit me eigenlijk helemaal niks. Ik ben eigenlijk een beetje meer met gamen en eigenlijk weer echt een beetje begonnen met de A2 Racer serie. Een beetje de A2 Racer 3, Kansi Racer, Grachten Racer, Europa Racing, American Racing is dat geweest. Allemaal van Davilex, die kantoorsoftware maakt. Ja, ik heb Tab gevraagd. Wanneer te veel loodjes worden getrokken voor de volgende klant en het ding-dong maar door blijft gaan. Rust. Oh nee. Zo. Moet je toch eens kijken hoe sneeuw er gevallen is. Zijn we heel efficiënt in het vrijmaken van alles.
Het zijn ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong. Nou, één ding. Iedereen is wakker. nou, we waren mooi op tijd. Dat was de ding dong trein. Zo. Ik hoef wel een spoorgoed te zetten als jij wil gaan, trein. Collega. Wanna? Dat heb ik weer. You finished this trip successfully. Hope you enjoyed this journey under the dummy line in the wind.